Vandaag een nieuw programma. We hebben er natuurlijk een leuke naam voor bedacht, genaamd Senioren on the Move. Delft on the Move biedt mensen de gelegenheid om bij ons activiteiten te ondernemen. Naast mij zit Joop van Straten en hij gaat met een paar van deze mensen in gesprek. Maar voordat het zover is, gaan we naar muziek. David Bowie met Wild is the Wind. Wild is the wind. Wild.
We hebben twee dames uitgenodigd hier in de studio, Wil Koster en Corrie Huffman. En die gaan praten over wat ze hier allemaal doen, want er is hier altijd veel te doen. Brian vertelde dat al in zijn intro, over allerlei activiteiten die hier ondernomen worden. Wil Koster zit naast me nog. Wil, leuk dat je er bent. Hallo, goeiedag. Kun je iets over jezelf vertellen? Wie ben jij? Wil Koster, bijna gepensioneerd. Ja, moeder van 3 heerlijke zoons en 5 kleinkinderen. Zo, zo. Heel actief altijd geweest in alles. School, buurthuis, voetbalvereniging. Ja, eigenlijk altijd heel actief. Nou, die activiteiten die heb je doorgezet, want dat doe je nog. Dat doe ik nog. Dat is hartstikke mooi op jouw leeftijd natuurlijk. Daarom zit je ook in dit programma. Senior on the move, hè? Je mag die wel senior noemen, toch? Ja, van binnen niet, maar van buiten natuurlijk wel. Van binnen blijf ik 18. Kijk, hou we zo. Ja, dat is heel, doe ik ook. Dat is heel goed. Nou, ben je hier bij Delft on the move. Hoe kom je nou hier terecht? Vertel het eens. Ik ben hier terechtgekomen nadat ik bij Humanitas 17 jaar bingo gedraaid heb. Hoe kwam je bij Humanitas dan? Nou, ik kwam daar eigenlijk als taxichauffeuse, ben ik daar binnen gekomen. Heb je op de taxi gezeten? Ik heb altijd op de taxi gezeten. Hoe lang? 22 jaar. Doe maar. Was dat leuk eigenlijk? Grandioos, ja? Hè? Met ouderen weer, ja. Down-syndroom, kinderen, van alles wat. Je bent wel met mensen omgegaan in je leven. Altijd, maar mijn beroep is eigenlijk bejaardenverzorgd. Oh, kijk eens, daar ben je mee begonnen. Dus zo ben ik begonnen en toen ben ik in de horeca terechtgekomen en toen ben ik bij mijn ouders in de zaak terechtgekomen. Wat een veelzijdig leven, wat ik leuk. Ik heb een heel leuk leven. Nou, zeker, dat hoor ik, ja. Vandaar dat je dit nu ook doet natuurlijk. Ja, je houdt ervan om onder de mensen te zijn. Ik hou van oudere mensen. Oh, alleen ouderen? Echt oudere mensen. Ja. Daar ben ik altijd graag mee bezig geweest. Mm-hmm. En nadat de buurthuizen dichtgingen, die oudjes die werden eigenlijk een beetje aan de kant gezet, hè? Ja. Ja. Dus ik denk, ja, hier moet ik gewoon mee doorgaan. En doordat ik op de taxi reed en daar ook 2 vrouwtjes, ging ik ook wel eens naar die bingo op een middag als ik vrij was. Niet elke week, want ja, dat liet mijn werk niet toe. En toen hoorde ik op een gegeven moment dat ze ermee zouden stoppen, die 2 vrouwen. Ik denk, ja, maar dat kent toch niet, want dan ga je weer die oudjes achter de geranium zwijgen. Ja. Toen ben ik met voorzitter in gesprek gegaan. Ik zei, ja, maar dat mag niet verloren. Nou, wil jij? Ik zei, ja, ik wil het wel doen. En toen ben ik met mijn man samen daar begonnen, want mijn man was invalide dan. En die vond dat best wel leuk. Ja. En ook wat om handen te hebben. En ja, die was ook gek op oude mensen, hoor, want we hadden alleen maar vriendinnen daar. Zo. Mm-hmm. En toen zijn we daar ingestapt.
En we hebben het altijd met plezier gedaan. Mijn man is in 2015 onverwachts overleden. Ja. En die had al gezegd van Wil, ga door. Gooi niet die oudjes weer achter de graniums. Nee, ik ga door. En dat heb ik ook gedaan, met hulp van andere mensen die me wel ondersteunden. Ja, kun je dat een succes noemen, wat jij doet nu? Ja hoor, ik wel. Ja, je bent dus tevreden over hoe het nu gaat. Ik ben gewoon tevreden. Mooi. Kijk, op de maandag zijn er toch wel wat meer mensen weer bij. Want we ontvallen je wel, want ik ben... Ja, dat is, als je ouder wordt, heb je dat altijd, hè? Ja, maar ik denk dat ik er zo'n 27 al kwijt ben, die al overleden zijn moet je nagaan. In die jaren. Ja, ja. Mm-hmm. Want op een gegeven moment zat ik elke keer bij de laatste heer op de Hoflaan. Dat hij tegen me zei van, nou een keertje overslaan, dat doen we wel. Dat lijkt wel fijn dan, toch? Ja, want daar kennen ze me ook helemaal. Ja. En ik heb het eigenlijk altijd met plezier gedaan. Ik ga even terug naar Delft on the Move, Wil. Hoe kom je hier? Via mijn zoon. Op een gegeven moment ben ik natuurlijk gestopt bij Humanitas. Ja. Ik zei van, ik ga niet met jullie beleid mee. Nee. Nee, dat zie ik niet. Ik ga die mensen niet achter de graniums, want de bingo's moesten afgelopen wezen. En hun hadden hele andere ideeën. Dat kan. Maar uiteindelijk kom je hier terecht. Maar hoe komt dat dan? Via mijn zoon. Die zei, ga naar Brian toe. Brian Verleeuwen. Ja, maar die ken ik niet. Ja, zegt hij, die ken je wel. Hij zegt, die heeft toen de stoeltjes bij Humanitas van de Beethovenlaan. Ik zei, oh ja, nou weet ik. En zo ben je in contact met Brian gekomen en zo ben je hier. Ja, we hebben een gesprekje gehad zo. Ik zeg, nou graag, zelfs een mooie ruimte. Ja. Dus wat willen we nog meer? Nee, het leuke van Delft on the Move is natuurlijk, het is een radiostudio. Ja. En dat doen ze buiten die radio natuurlijk nog veel meer dingen. Andere activiteiten. Dat is natuurlijk fantastisch. En dat kan ook via de radio kun je dat oproepen. Ja. Dat mensen allerlei dingen gaan doen. Dat is natuurlijk een heel mooi medium ervoor. Ja, dat is het zeker. Ja, en daarom ben jij ook hier om daar eens even over te praten. Nou, dat is leuk. Ik wil graag weer mensen erbij voor de bingo. Dat snap ik. En iedereen is welkom. De mensen die meedoen met die bingo, die komen niet allemaal uit de buurt, geloof ik, hè? Nee, die zijn echt over Delft verspreid. Ja. En ik heb zelfs mensen uit Wassenaar hier. Wassenaar? Zo. Die komen helemaal uit Wassenaar. Maar hoe kom je daar dan aan? Ja, die ook via zijn die bij mij terechtgekomen. Die kwamen toen al bij zo. En nu, ze zijn wel allemaal meegegaan. Ja, dat is wel leuk, hè? Ja. Ja, natuurlijk. Want ze hebben het altijd naar de zin. En ik ben radicaal naar de mensen. Als het mij niet zint, zeg ik het zo ook eerlijk. Ja. Ik draai er niet omheen en dat vinden ze toch wel fijn, de eerlijkheid. Zeker, natuurlijk. Ben je ook mensen aan het werven ook? Ik geef wel eens aan mensen door van, joh, kom een keertje lekker kijken op de bingo. Ja, bijvoorbeeld. Ik verplicht niemand. Nee. Je mag altijd een middagje meekomen kijken, een avondje. Dus... En gebeurt dat ook? Ja hoor, je krijgt wel eens mensen die een keertje komen kijken, want nou laatst had ik weer twee en die komen dan weer op een andere bingo en die hadden gehoord van mijn bingo, nou die komen op woensdagavond. Ja. Ik denk hartstikke leuk. Dat is heel mooi dat je het doet, want er wordt weinig voor ouderen gedaan in de wijken. Hè? Buurthuizen zijn dicht, dus ja, waar moet je heen dan nog? Hè? Er is gewoon niks. Nee, hè? Kijk, treurig, iemand die kapitaal draagbaar is, zeg maar. Die gaat niet naar een bingootje in een buurthuis. Die gaan naar een casino. Of ja, die hebben wat meer armslag natuurlijk. Hè? Die kunnen die meer zich meer veroorloven. Ja, nou, natuurlijk. En ik let gewoon op de kleine portemonnee. Die hebben net zoveel rechten als iemand die... Stel nou eens, jij bent morgen burgemeester van Delft. Stel je dat nou eens voor. Ja. Wat zou jij dan willen veranderen voor de ouderen in Delft? Wat ik zou willen veranderen in Delft voor de ouderen... Dat ze meer opengooien voor de ouderen, van koffieochtenden of gezellige praatje en voor iedereen toegankelijk. Ja. Dat vind ik het belangrijkste. Dus jij zou als eerste die buurthuizen weer opengooien? Ja, daar ben ik echt een voorstander van. Van gooi die tenten open. Hè? En geen gezeur van, ja, maar dat kan niet meer in deze tijd. Waarom niet? Ze staan bij die buurthuizen. Ja. Nu worden ze allemaal gewoon dichtgegooid. Mm-hmm. En ze hebben andere activiteiten erin. Ja, wat voor activiteiten? Een kookclubje. Nou, dat kun je overal doen. Kun je ook bij de mensen thuis doen. Zeker. Nou ja, jij gaat lekker bingoen. Jij zorgt ervoor dat het allemaal leuk kan worden voor oudere mensen.
Wat kost dat? Want jij moet ook prijzen kopen, toch? Op de maandagmiddag heb ik altijd waardebonnen, VVV-bonnen. En dat kost een middag als je twee plankjes speelt en drie losse kaartjes erbij, ben je €8,50 Nou, dat is... En dan heb ik waardebonnen van €10 Ja. Ik doe er altijd nog een extra prijsje tegenaan van, voor een rijtje. Nou, vandaag hadden we bijvoorbeeld een zakje mandarijnen. Volgende week kent weer een fles appelsap wezen. Ja. Dat varieert gewoon. Wat ik tegenkom, koop ik. Wat mij opvalt, want ik heb het al meerdere keer gezien hier natuurlijk, maar dat weten de luisteraars weer niet, dat er alleen maar vrouwen zijn. Waar zijn die mannen? Nou, de meeste mannen die gaan toch liever naar een biljartclubje. Ja, denk je? Ja. Maar dat blijkt wel, hè? Een biljartclub, kaartje leggen, dat zijn de mannen. Maar als je nou op woensdagavond, heb ik toch ook weer een man erbij zitten. Kijk. En die vindt het gewoon leuk. Maar ja, die jonge man... jonge man, die werkt overdag. Ja, ja. Dan kan het. Dan gaat dat niet. Nee, maar ik kan me voorstellen dat jullie als vrouwen zeggen tegen die kerels van... joh, ga eens gezellig mee, joh. Nee, dat doen ze niet. Dat is een vrouwenpraatje, dit. Want dat is ook bij Humanitas toen gebeurd. Dat Keetje is daar toen neergezet. En waarvoor? De oude mannen deden een beetje krantjes verzamelen. En daar is uitgekomen een borreltje drinken. Daar is uitgekomen, laten we die vrouwen ook eens uitnodigen voor een bingootje. En zo is dat gaan rollen. Juist. Het werd al 60 jaar gedaan daar zo. En de laatste 17 jaar heb ik daar gedraaid. Mooi. Wilde, houd hier even bij, want we gaan naar muziek. Elvis Costello die gaat zingen. En wat gaat hij zingen? Nou, misschien doen die mannen dat wel. Every Day a Book. Senioren on the move.
luistert naar Senioren on the Move. En we gaan weer verder met ons gesprek met Wil Koster, want zij regelt de bingo bij Delft on the Move. En over bingo gesproken, Wil, Koningsdag komt eraan. Wat ga je daar doen? Ja, nou, we gaan beginnen een lekker bak koffie met een heerlijke stuk gebak. Ja, dat vind ik wel dat erbij hoort, vind je niet? Ja, dat hoort er toch bij, want ik ken de rekening naar Willems. Oh, dat komt mooi uit. Komt goed. Maar wat bingo betreft, wat doe je dan? Ga je dan nog wat extra bingo doen? Ja, kijk, de prijsjes zijn daarna aangepast, zeg maar, een beetje Koningsdag bingo. En eigenlijk gewoon altijd zoals het is. Altijd is. Ja, en dat mensen vinden dat prachtig. Ja, natuurlijk. Dus dat gaat gewoon lekker door. Lekkere hapjes en komt allemaal. En dat ga je allemaal zelf regelen. Ga ik allemaal weer zelf regelen. Nou, volgens mij wordt hartstikke druk op Koningsdag, joh. Als ze dat allemaal horen. Staat open. Ja, maar dan kom je het gebak tekort. Kijk uit, hè. Nou, dat maakt me niet uit. Dan moet ik zelf bijmaken. Oh. Dan maken we het er gewoon nog even bij. Oké. Okay. Wat doe je dan nog meer behalve bingo? Je gaat ook nog met kaarten iets doen. Ja, ik heb op vrijdagavond een klaviasploegje. Dat regel jij ook allemaal? Dat doe ik ook allemaal. Klavias en jokeren. Heel gezellig. En dat doe je tegelijk, jokeren en klavias? Ja, aan de ene kant zetten we de klavias, dus aan de andere kant zetten we de jokeraars. En de jokeraars die zijn over het algemeen rustiger dan die klavias. Hoe komt dat? Die gaan we af en toe tekeer of je een hele bus vol hebt. Oh, zo hè. Dus, en dan roepen we ze weer even tot orde en dan gaat het weer goed. Maar altijd even gezellig. Is dat diezelfde groep die ook bingo't? Nee, dat is weer een andere groep. Hoe kom je daar dan weer aan? Ja, gewoon opgespaard. Ja, maar hoe doe je dat? Nou, gewoon reclame maken van jongens kaartploegje. Hey, want het kaarten wat in de buurthuizen... Ja, dat is weg. Ja. Is ook weg. Dat is waar. En nou is het tegenwoordig wel heel moeilijk om jongere kaartjes te krijgen. Want die zitten liever te pokeren. Ja. Of met de telefoontjes. Of met de telefoon. Ja. Maar aan pokeren beginnen wij niet. We gaan niet met het mes niet gokken. Op tafel. Nee. Nee, wij zitten gewoon gezellig te kaarten. Geen broodkaartjes. En dat is het belangrijkste. Laat iedereen in de waarde die ze hebben. Ja, dat is het mooiste wat je kan zeggen. Ja, ja, natuurlijk. Nou, doe jij zelf ook mee met dat kaart of leid je dat alleen maar? Nee, ik doe zelf mee waar ik nodig ben. Dan zit ik te jokeren, dan doe ik klaverjassen. Ik ding nooit mee naar de prijzen. Nee, oké. Maar ik kaart wel zoals ik wil kaarten. Ik wil wel eerste worden die avond. Ja, van het. Ik heb een jaar lang aan de muur gehangen. De hoogste score, daar ben ik nog trots zo, op. Zo, nou hartstikke. Een jaar lang heb ik het uitgehaald. Dat is mooi. Maar ik ging zelf nooit mee naar de prijzen, want ik weet wat de uitslag moet wezen. Maar ik ondersteun hun. Een klaviassen tekort, hup, ga ik klaviassen. Joker uit tekort, ga ik jokeren. Maar met bingo doe je dat niet, hè? Dan leid je dat toch? Dat leid ik, maar ik speel doe dan ook mee. Oh, je doet ook mee? Ik druk op het knopje en ik doe mijn plankjes dichtruimen. Waarvoor doe ik dat? En dan hoop ik dat ik zelf ook wat wil. Ik zal niks mee naar huis nemen, want alles blijft in de pot bingo. Ja. Ik neem totaal niks mee, maar ik doe wel wat Ja, dat is ook mee. Wel leuk ook natuurlijk, anders zit je alleen maar te lijden. Ja, daar heb je ook alweer gelijk. Maar dat wil ik niet. Nee, dat wil je niet. Nee, dat begrijp ik. Hoeveel mensen doen er aan dat kaarten mee meestal? Nou, kaarten is op het ogenblik, ja, ik heb er eigenlijk meer, maar dan zitten er weer zieken. En je hebt nooit elke week dezelfde. De mensen compleet. Want je zit met zieken. Maar stel dat iedereen er nou zou zijn, hoeveel heb je er dan? Dan kan ik op 16 man. Nou, dat vind ik aardig wat. Ja, heb je vier tafels? Ik vind het nog maar meer. Heb je vier tafels? Dat is toch, ja, dat is toch dan redelijk? Heb ik vier tafels, maar je krijgt ze nooit compleet. Nee. Ik heb, weet wel, bij Pledderus in het buurthuis. Had ik 88 man met hem. Meen je dat? Ja. Ja, daar is dan maar weinig van over dan. Ja, maar die blijven dan weer hangen daar zo. En ja, mensen overleden. Want ook dat. Allemaal de oudere generatie. Dat is zo, ja. Want tegenwoordig, de jeugd kent niet meer klaverjassen. Nee, dat geloof ik ook spel, niet. Nee. Is dat ook mannen en vrouwen door elkaar? Dat is met kaarten wel. Kaarten dan willen ze wel, hè, die mannen. Ja, dan hebben we wel mannen. Ja. Dus dat is het leukste van alles. En dan moet je die mannen tegen die vrouwen te horen te keer gaan met klaar. Moet het zo doen. Ik zeg, laat iedereen in zijn waarde. Iedereen heeft zijn eigen manier van kaarten. Ja.
Dus, en ja, dat is het leukste. Ja, leuk om te horen dit. Ja, ja, ja. Ja. En dan nou, ook een poedelprijsje bij, weet je wel, we krijgen winnaars hebben we, en we hebben poedelprijsjes. Ja, en dat is ook weer een bepaald bedrag wat ze ja. dan inleggen. Ja. En dan kan jij die prijsjes weer vonden. Dan kan ik weer die prijsjes ja, weer kopen. Dan doe ik een loterijtje erbij, vinden ja. ze altijd leuk. Ja. Dus, is ook leuk, ja. Ja, dat is ook leuk, dan ja. breekt de avond ook nog even. Nou gaan we eens even in de toekomst kijken, Wil. Komen er nou nog meer groepen, denk jij, hier in de... met die spelletjes, want gaan er nog andere spelletjes komen of zeggen, ik hou het hierbij? Nou, ik zou graag nog Oud-Hollandse spelen willen doen. Dat vind ik ook leuk. Zoals? Noem eens wat. Sjoelbak. Ja. Oh, dat kan natuurlijk makkelijk. Dat is makkelijk. Ja. Nee, ze erg je niet. Ah, hey, dat zijn allemaal spelletjes van vroeger. Nee, ja, natuurlijk. En dus kijk, dat zou ik ganzenbord, vind ik ook leuk. En heb je er al een idee over hoe je dat wil aanpakken? Nou, ik ben er wel mee bezig, ben ik gewoon eerlijk in. Ik vraag wel aan mensen van, joh, heb je geen zin in een spelletjesmiddag? Ja, maar dan moet ik daarin. Kijk, het is heel moeilijk. Wat voor middag moet je dan gaan doen? Dat is het probleem, ja. Ja. Hey, ik zeg, want bingo is maar bingo allemaal. Ja, maar dat vinden ze leuk. Die mensen willen bingoen. Ja. Hey, want hun zeggen ja, maar ik dat... denk, als jij met die ouderwetse spelletjes komt, moet jij eens opletten. Ja, ik denk dat hard... het ja, dat vinden ze toch ook leuk. Sjoelen ja, is toch leuk. Ook leuk. Daarom. Dus, nou, wie weet wat er nog uitkomt. Ja, ik ben echt een spellenmens. Ja. Nou, we wachten het af. Misschien komt dat allemaal nog, Wil. In ieder geval hartstikke bedankt dat je dit wilde vertellen allemaal. Ja, ik vond het ook heel Ik vond het heel gezellig met je. Ja. En de Bee Gees, hou je daarvan? Ja, ik hou van alle muziek. Nou, dat komt... oude muziek is. Speciaal van... Ja, dat is oude muziek. Dat is oude muziek. Speciaal dus, voor jou. En wat gaan ze zingen? Eens even kijken. Nights on Broadway. Ja, dankjewel, Wil. Senioren on the move. Even
Ik zei het al eerder, we hebben twee dames uitgenodigd hier bij Delft on the Move. Wil Koster, die is net geweest, die heeft een heleboel verteld over de bingo natuurlijk. En nu zit naast me Corrie Huffman. Dag Corrie, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Ik ben er. Wat heb jij met Delft on the Move? Nou, ik heb Brian al heel lang. Wat is heel lang? Brian, hoe lang kunnen we elkaar op? 12 jaar. 12 jaar hoor ik net. Zeker. Dat is lang. En waar ken je die van dan? Nou, ik werkte toen in een kringloopwinkeltje ook in de Poptof. En hij deed al die evenementen organiseren. Dus zodoende kom je ook bij elkaar in aanraking. Ja, een winkeltje in de Poptof. Of wat was dat voor winkel? Was hoe heette dat nou ook weer? Opnieuw, juist. Dat allemaal tweedehands kleding. Oh, zo'n winkeltje. Ja. Had je dat al lang? Is dat van jou? Nou, dat was die van mij. Oh, nee. Jij werkte daar? Juist, vrijwilliger was ik daar. En wat deed je daar dan? Nou ja, ook kleding verkopen aan mensen die binnenkwamen. Of en koffie schenken ook. Oh, dat is wel leuk werk. Ja, dat natuurlijk. Was leuk werk. Ja, ja. Kun je iets meer over je vertellen nog? Nou, ik ben hier geboren en getogen. Ik ben... Echte Delftse. Een echte. Ik ben in het Westerkwartier geboren. En ik ben 73 jaar later ben ik gelukkig nog steeds. Nou, gelukkig wel, ja. Ja. Maar hoe ben jij nou hier terechtgekomen bingo? Nou ja, ik kwam Wil wel eens tegen in de Hoven met Scootmobiel. En toen wist ik helemaal niet dat zij bingo deed. En toen zei ze, ja, dat doe ik ook. Dus ik zeg daar en daar bij het keetje van Humanitas. Ja, even hoor, even wachten, dat weet niet iedereen. Het keetje, wat is dat? Ja, Keet, die is van Wil geweest, 17 jaar. Oh, oké. En toen ben ik dus een paar keer gegaan. Nou, ik vond het hartstikke gezellig, want ze doet het gewoon gezellig. Ja, zeker. Lekker happy erbij. Ja. En het is gewoon een huiskameridee. Ik hou niet van bingo's waar bijvoorbeeld 100 man binnen zitten. Nee, dat is wel erg druk, hè? Ja, maar je hebt de bingo's bij, hoor. Er zijn heel veel mensen. Maar hier is het intiemer, hè? Hier is het gezellig, een beetje huiskameridee. Ja, dat vind ik ook. En dat is want ik heb het wel eens gezien, leuk. Woon jij hier in de buurt of een andere buurt? Ja, nee, ik woon hier in de buurt. Dus je hoeft er niet zo ver van weg? Nee, ik woon in de Buitenhof. Dat komt even mooi uit dan. Ja, zeker. Binnen 2 minuten. Vind jij nou ook dat, wat Wil ook zei, dat er voor de ouderen zo weinig is? Ja, hierin. Ja. Ervaar jij dat ook? Omdat al die buurthuizen niet meer open zijn. Kijk, buitenhuis op de Buitenhof, die is nog wel open. Maar ja, ze hadden toen ook op dinsdagavond een eetavondje voor de ouderen. Maar dat is ook niet meer. Nee. Al die dingen worden te duur of... Maar ik kan me ook voorstellen, kijk, al ga je dan niet naar een... Je kan naar de bibliotheek of naar een thea, of is dat allemaal te duur? Allemaal te duur, het is niet te bekostigen. En dan krijg je ook geen subsidie. Nee, ik heb alleen maar... Oudere toeslag voor een kaartje voor een theater, dat is ook moeilijk zeker. Ja, het is allemaal peperduur geworden. Ja, zou je wel willen eigenlijk? Jawel, dat wel. Ja, vroeger ging je nog wel eens zeker? Ja, vroeger wel. Ja. En een bioscoop is ook duur. Ja, tegenwoordig. Dat is het punt. Een kaartje betaal je tegenwoordig ook 15 euro. Ja, dat is hartstikke duur. Ja. Dat is wel zo. Ja. Maar jij hebt ook oudere passen, Delft passen. Ja, daar ben ik nog steeds niet achteraan gegaan. Dat kan wel natuurlijk. Kan wel. Dan kan je het je makkelijker maken. Ik kan het ook wel eens... Doe dat nou dan. Ja. Dan heb ik heb wel de regiotax. Nou, dan heb je wat meer mogelijkheden misschien, toch? Ja, dat wel. Goed. Als jij nou burgemeester zou zijn van Delft, wat zou jij willen? Dat er beter voor de ouderen wordt gezorgd. Op welke manier? Voor de ouderen, ja. Ja, daar val je zelf ook onder. Dus probeer een beetje bij jezelf na te denken. Wat had jij nou graag gehad? Ik ben ook al een oude soepkip. Nou, dat zei ik niet. Dat durf je mij niet zeggen. Maar ja, wat ik zou willen... Nou, hetzelfde eigenlijk wat Wil. Een beetje, waar ze lekker koffie kunnen komen drinken. En lekker praatgroepjes. Maar dat zou ik wel leuk vinden. En 's avonds ga je dan nog weg? Ja, dan Wil. De deur woensdagavond. Vind je dat niet eng? Want je hoort van ouderen de veiligheid, hè? Nee, ik ga lekker op mijn scootertje. Daar heb je geen last van. Nee. Hoor je dat niet van andere ouderen? Nee. 'S avonds de deur uit, dat hoort toch wel eens? Nee hoor, maar ik heb dat nooit eng gevonden. Oh. Nee. Nou ja, wees blij. Dat is alleen maar. Daarom. Dus je gaat dan wel even lekker de hoort op. Doe jij ook mee met dat kaarten? Ook? Nee, ik ken niet kaarten. Dat kan je leren hoor. Ik ken alleen maar pensioens. Nou, dat is ook kaarten, toch? Maar dat wordt hier niet gedaan.
Nou had Wil net een leuk idee van... Nee, ik heb die klaverjas of jokeren. Nee, maar die ouderwetse spelletjes, lijkt je dat wel? Ja, dat vind ik wel leuk. Wat dan? Wat vind je alleen leuk? Mensen ergen je niet, dat vind ik me niks. Ja, dat is iets met ergeren, dat is ook niet goed natuurlijk. Nee, maar andere dingen zijn hartstikke... Als je er bijna bent en dat je eraf gegooid wordt, dat... Ja, maar ook die kop van dat op dat bordje zo'n chagrijnige vent staat erop. Ja, logisch, want je moet je niet ergeren natuurlijk. Nee, mensen ergen je niet, dat heb ik nooit zo leuk gevonden. Nee. Maar sjoelen, doe je dat wel eens? Ja, dat vind ik leuk. Doe je dat ook wel eens ergens anders? Nee, want dat wordt nergens eigenlijk meer gedaan. Ja, in de wending geloof ik, maar... Oh ja? In de wending, ja. Maar, kwam jij wel eens in buurthuizen? Ja, nou, veel in Vledderus. In Vledderus? Ja, op de Buitenhof. En wat na de daar... hand zat het in bij de boerderij, zal ik maar zeggen, bij Delphia veld. Oh ja. Zo'n uitere buikje. Ja, ja, ja. Daar kwam het dan wel. Maar voor de rest, nee. Doe je ook aan oudere gym? Nee. Want ben je er ook weer even uit, denk ik dan. Ik heb één keer in de week fysio, dat vind ik al genoeg. Dat vind ik al meer dan genoeg. Ja, maar ik bedoel, kijk, er zijn natuurlijk mogelijkheden over om je toch iets te... Ik heb het wel eens gedaan bij Jan Koster. En was ook, daar ben je ook bij begeleid, maar... Nee, dat is niks voor mij eigenlijk. En dat hoor ik ook wel van oudere mensen, die gaan zwemmen. Vind je dat niks? Dat vind ik wel lekker, want het is jaren geleden dat ik gezwommen heb. Maar dat kan ook, dat kan ook. Jawel, dat... Doe dat dan heb ik weer wat te doen. Zal ik eens proberen bij de kerkpolder, ja. Nou, bijvoorbeeld, je hebt ouderen zwemmen heb je ook natuurlijk. Ja. Nee, ik wou alleen maar zeggen... Je hoeft je niet per se achter de geraniums te verstoppen. Nee, maar dat ben ik toch helemaal niet. Ik zeg ook niet dat jij dat doet. Nee. Maar dat hoor je van ouderen wel. Ja. Ik zit maar binnen, ik heb niks te doen. Nou, Wil, die heeft dan iets leuks op te bieden. Ja, maar dan gaat ook weer niet iedereen op af. Dan zeg ik, nou, als je moet ook een beetje initiatief nemen. Ja, maar je hebt ook een hoop ouderen die 's avonds inderdaad niet weg willen. Die blijven lekker thuis. Ja, die vinden dat eng ook. Voor de televisie zitten en... Maar ik ben nooit zo geweest. Nee. Ik heb wel een aardig wild leventje achter de rug. Ja. Laat ik het nou, zo als je echt een wild leventje wil hebben, weet je waar je naartoe moet? Naar Las Vegas. Elvis. Ja, kijk, luister naar. Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living the devil may care, and I'm just a devil with love to spare. So Viva Las Vegas, Viva Las Vegas. How I wish that there were more than 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel. A fortune won and lost on every deal. All you need is a strong heart and a nerve of steel. Viva Las Vegas! Viva! Viva Las Vegas with your neon flashing and your one-arm bandits crashing. All those hopes down the drain. Viva Las Vegas turning day into nighttime, turning night into daytime. If you see it once, you'll never be the same again. I'm gonna keep on the run, I'm gonna have me some fun. If it costs me my very last dime. If I wind up broke, well, I'll always remember that I had a swing in time. I'm gonna give it everything I've got. Lady luck, please let the dice stay hot. Let me shoot a seven with every shot. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva! Senioren on the move.
Ja, we hadden net een nummer van Elvis opstaan, Viva Las Vegas. Daar heb je wel wat mee, hè, met Elvis. Ja, dat was een grote fan van. Ja? Ik heb al zijn films gezien al zijn toen films. Ik jong was. Ja, ja. Ja. En ik weet ook nog, vroeger toen kwam die eerste film Love Me Tender uit. En dan stonden ze bij de oude Roxy in rijen samen dik voor die met zijn broer. Was ja, dat was mooi, hè. Zijn zogenaamde broer dan in die film. Ja. Dat is heel mooi. Nou, ik zit hier naast een echte Elvis-fan, dat hoor ik al. Ja, en we hebben hier in de studio ook een hele mooie foto van Elvis hangen. Ja. Hij kijkt op je neer, zeg maar. Ja. Hij is alleen te vroeg dood gegaan, helaas. Ja. Zou je wel eens naar Graceland willen? Zou ik heel graag willen. Nou ja, dat kost duur. Dat kost een heleboel centen, ja. Dan moet ik wel de loterij winnen. Ja. Dan, nou, wie weet gebeurt dat nog een keer. Ik hoop het. Ja. In de wijk waar jij woont, is daar genoeg voor ouderen, denk je? Of nou, ook niks? Nee. Dat zoek je elkaar ook niet een keer op? Dat je zegt, nou, in onze flat heb je toevallig wel beneden dinsdagochtend, ochtend voor ouderen. Dat wel, bij ons in de flat beneden. Heb je ruimte en dan kunnen ze dan koffie komen drinken. En dan twee dames die organiseren dat. Een heel lekker bakje hier. Nou, dat is ook wel leuk natuurlijk. Dat is wel leuk, ja. En hier, hier kom je elke keer of sla je ook wel eens dingen over? Nee, vraag me aan Wil. Jij bent er altijd. Wil. Ja, ik kan dat Wil nou niet vragen. Ik vraag het nou aan jou, hè. Als ik niet kan, dan bel ik er altijd. Dus, en dan weet ze dat ik niet kom. Ja. En dat is, hoe laat is dat altijd? 'S maandagsmiddags is het vanaf 1 uur tot nou zeg maar 4 uur, half 5. Oh, dat loopt wel eens uit? Ja, we bingo wel eens na. Ah, na bingo. Kijk, dat is voor de fanatieke hap ja, is dat. Ja, voor de fanatiekelingen. Nou, en woensdag is het van 8 tot 10. Ja. En hoeveel van die spelletjes doe je dan? Hoeveel rondes? Ik dacht 10 rondes. 10 rondes. Ja, en dan kan je nog nabingen als je dat wil. Ja. Nou ben ik altijd van de prijzen. Wanneer win je nou een prijs? Als je volle kaart hebt. Ben je volle tussendoor, kaart? Tussendoor. Als je de hoekjes hebt, dan krijg ik bijvoorbeeld... Ja, even uitleggen hoor. Als je de hoekjes hebt... Je hebt een plankje, dan heb je hoeken. En je hebt de kleine straat, dat is het middelste gedeelte. Oké. Okay. Nou, en als je bijvoorbeeld alleen de hoeken hebt, dan krijg je een prijsje. Mag ik kiezen. Oh, dat is wel grappig. Ja, en als je de kleine straat hebt ook. En als je de volle kaart hebt, dan krijg je dan een grotere prijs. Was jij al eens eerder voor de radio geweest? Nee, nog nooit. Ben je zenuwachtig? Ja, zeker weten. Een beetje wel, hè? Ja dat merkte weten. Ik wel. Ik denk, ga je gemak stellen, een beetje over die spelletjes te praten. Komt allemaal goed. Nou, geloof me, we zijn er vanaf. Ik vind het heel leuk dat je hier was. Oké. Okay. En we gaan een lange reis naar huis maken. Nee hoor, jij woont hier ik vlakbij. Ben 5 minuten maar met Supertramp moet je een lange reis maken. Ja. Want dat zingen ze ook, take the long way home. Oh. En dank je wel dat je hier was. Thank you.
Dit was de eerste uitzending van Senioren on the Move. Joop, jij hebt twee fantastische dames zojuist gesproken. Nou, dat mag je wel zeggen, ja. Hoe is dat gegaan? Nou, je bent erbij geweest, maar jij was zo druk met de knoppen natuurlijk, want dat moet ook allemaal goed in beeld worden gebracht. Maar het waren hele leuke dames, die waren heel enthousiast. En nou, ik denk dat ze jou ontzettend dankbaar zijn dat ze hier mochten zijn. Want jij geeft dus de gelegenheid om hier al die dingen te doen. Dat is natuurlijk mooi. Het is ook een inzet en passie. Ook. Ja. Je ziet het, ze zijn niet van plan om achter de graniums te gaan zitten. En buiten dat vind ik het ook heel leuk dat je als radiostation de gelegenheid biedt om die mensen een leuk onderkomen te bieden. Dat is een pluim op jouw hoed, vind ik. Dankjewel Joop, het is een nieuw concept en ja. Ook volgende week hebben we twee fantastische kanjes. Ja, dat weet ik toevallig. En ja. Wat voor gasten, hè? Ja. We hebben één met hele oude foto's. Anna Krul, ja. Je kent haar niet hier in Delft. En we hebben een hele leuke gast. Ze heeft de neus niet op, maar je weet het maar nooit, dat hebben we, de stadsclown die komt weer. Delft. Nou, daar praten we graag mee natuurlijk volgende week, dus we zijn benieuwd. Dat klopt Joop. Ik wilde u bedanken voor het kijken en luisteren naar Senioren on the Move. En ik wil de fantastische team bedanken die achter de knoppen zit. Merel Magorius, Brian van Leeuwen en Edward Vries. En ik zou tegen u zeggen, tot volgende week. Wat gaan we draaien? You look like an angel. Look like an angel. Walk like an angel. Walk like an angel. Talk like an angel. But I got wise. You're the devil in disguise. Oh, yes, you are. Devil in disguise. Mm-hmm. You fool me with your kisses. You cheated and you schemed. Heaven knows how you lied to me. You're not the way you seem. You look like an angel. Like an angel. Talk like an angel.